Sinds deze week worden in Schagen eieren van ganzen ingesmeerd met maïsolie. Hierdoor komen de eieren niet uit. En dat is nodig om een explosieve toename van het aantal ganzen in te perken. De gemeente probeert op die manier al een aantal jaren om de ganzenpopulatie terug te dringen. Want de dieren zorgen voor veel overlast. Iedere 3 tot 5 minuten poepen ze en de uitwerpselen zijn moeilijk op te ruimen. Ook vreten ze het land van de boeren kaal. Cortanis van de gemeente Schagen ging maandagmiddag op eierenjacht. Dat wordt voornamelijk gedaan omdat er schade ontstaat voor boerderijen hier in de buurt. Dus die ganzen die gaan echt op de weilanden zitten. Die vreten aardig wat gras op. Maar ook ze vervuilen ook het gras. Omdat ze natuurlijk poepen in dat gras en dat komt dan ook weer in het hooi terecht. En dat willen die boeren natuurlijk ook liever niet hebben, om dat aan de koeien te voeren. Ik prik ze trouwens niet, maar ik dompel ze in olie, dus in de maïsolie. Dan wordt die eierschaal die wordt dan echt luchtdicht en dan verstikken die eieren. Dus dan komt het kuiken ook niet eruit. En is dit dan ook echt de tijd dat dat moet gebeuren? Ja, dus nu week 12, dus van de week ga ik beginnen. Maar week 13 dan heb je de meeste volledige nesten. Dus dan is het meest effectief. Ja. Om hoeveel eieren gaat dat? Weet u dat? Vorig jaar een 600. Hebben we 600 eieren gedaan. Ja, en 60 nesten. Dus dan kan je zeggen gemiddeld zo'n 10 eieren per nest. We komen wel nesten tegen van 8, maar ook wel soms 14, 15 komen we ook nog wel tegen. We zien hier op de achtergrond een plas, ook met best veel ganzen. U heeft al gezien dat daar wat nesten zitten? Ja, ik ben er vanmorgen een klein stukje ingelopen en er zitten echt al aardig volledige nesten. Dus met 8 tot 10 eieren. Dus daarom ga ik ook aanstaande woensdag ga ik ermee in de weer en dan in de olie dompelen. Is het een beetje voor u een veilige klus? Hoe reageren de aanstaande moeders? Nou ja, ze vliegen altijd op, dus ze zijn niet agressief of zo. Bij zwanen heb je dat wel, die kunnen nog wel even agressief op je afkomen. Dus dan neem ik een collega mee die ze een beetje op afstand kan houden. Maar die ganzen niet, die gaan zo op de vleugels en daar heb je dan verder geen moeite mee. Nee. Maar is dit dan diervriendelijker dan lekprikken? Dat maakt op zich niet zoveel uit, maar alleen er waren wel berichten als je lek prikt, dan wordt dat ei dat gaat rotten. En dan die ganzen vanwege de geur. Dat ze dan ergens opnieuw weer gaan beginnen. Dus dat schijnt zo te gebeuren. Dus dan is dat luchtdicht maken van dat ei met die olie, dat schijnt dan beter te werken. En klopt het ook dat u van elk nest 1 ei overlaat? Ja, dat klopt. Ja. Dus als je dat zo kan regelen, dan blijven ze broeden op dat nest totdat ene jong eruit komt. En daar blijven ze dan ook bij. Zou je die eieren bijvoorbeeld weghalen telkens, dan blijven ze ook telkens net als een kip blijven ze doorleggen. Dus dan wordt het een beetje een eindeloos verhaal. Maar gewoon 1 à 2 eieren laten liggen en dan wordt dat het nest voor dit jaar, zeg maar. We staan hier op de Witte Paal. Is de overlast hier in de omgeving ook het grootst? Hier hebben we de meeste nesten, ja. Aan de zuidkant van de Witte Paal. Hier hebben we natuurlijk aardig wat rietland. Dus hier zitten dan de meeste. En op de Lage Dijk, die ecologische zone, daar zitten ook een aantal. Dit gaat hier om grauwe ganzen. En daar hebben we ook grote Canadese ganzen hebben we daar ook zitten. Op de Lage Dijk, ja. Bent u nou inmiddels de specialist binnen de gemeente Schagen? Nou, specialist. Ik ben er langs mee bezig, laten we het zo zeggen, ja. Ja, elk jaar is dit uw klus? Ja, al sinds een jaar of 5 toen zijn we voor het eerst ermee begonnen. Want toen, ja, sinds die tijd zijn die aantallen alleen maar toegenomen, hoor. Ook al doen we dit als maatregel, toch komen er alle jaren komen er nog wel meer bij. Dus die aanwas is nog steeds te groot. En klopt het ook dat u van tevoren dan overleg heeft met de vogelwerkgroep? Ja, er is goed contact mee. Dus die weten dat ook altijd van tevoren. En die stemmen hier ook mee in dat dit ook gedaan wordt. Met pijn in hun hart? Nee, want ze concurreren ook met andere vogels om broedgebied. Dus die zien ook liever dat er ook andere soorten vogels ook hun plaats kunnen vinden natuurlijk in dit soort oevers. Dus die juichen dit ook wel toe, deze maatregelen.